denken de zon is fel, dus laat hem even hier staan in de schaduw. Zodat hij... Zodat we weer kunnen gaan in de schaduw. Ja? Hoe is het gegaan daarbinnen? Want u heeft uw laatste woord gedaan. Nou, ik denk zoals het gebruikelijk is bij ons. Goed. Mm-hmm. Jawel. Wat was uw rode draad? We gaan even nog een kleine evaluatie houden met de advocaat. En tot dan wil ik wel heel erg beperken met de pers. Ik vind dat natuurlijk interessant dat de pers erg natuurlijk belangstelling heeft voor zo'n grote zaak. Maar ik vraag een klein beetje. Ik wil even afstemmen met... Waarom u dat vragen? De enkele nabestaanden zijn weggelopen, want ze zeggen van... Ze hadden eigenlijk geen boodschap aan uw laatste woord. U gaf geschiedenisles. Ze dachten dat u spijt zou betuigen. Ja, dat is... Is moeilijk natuurlijk om de waarheid vanuit een ander perspectief te bekijken. En ik heb maar... In feite, de hoofddaad zijn drie zaken. Mm-hmm. Op de eerste plaats heb ik wel weer een lans willen breken voor de mensen in het binnenland. Ik zeg daar zijn 400 zoveel mensen omgekomen. Het is steeds deze, hebben die 400 kinderen geen nabestaanden, hebben de politiemannen daar, de militairen daar, de ambtenaren daar. Hebben ze, niet dat we mensen willen gaan veroordelen daar. Maar er wordt nooit over deze ruim 500 mensen die daar zijn omgekomen. Nou, daar moet de reden zijn. En dat heb ik ontkracht, omdat ik... Ik heb lectuur aangehaald en ik heb die dingen niet geschreven. Ik heb lectuur aangehaald, bijvoorbeeld, men ontkent dat het voormalig moederland hierachter zit. Nou, dan neem ik de memoires van meneer Schulz. Ik heb de memoires niet geschreven, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb een ander boek van hem aangehaald over Triumph and Turmoil. Ik heb het niet geschreven. Maar ik heb ook boeken van naslagwerken van Nederlandse schrijvers geschreven. Terwijl onze mensen hard, dat mogen ze natuurlijk schrijven, hard hun tata verdedigen. Terwijl Nederlands intellect zegt gewoon, laten we gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn. En dat willen ze niet aanhoren. Ik bedoel, ik heb de Hoofdstaat niet geschreven. Dat zijn mijn geschiedenis. Ik zeg wat in de boeken staat. Ik verwijs naar wat er gebeurd is via de boeken. En zeg, het is heel makkelijk. Dus, terwijl ze daar zaten, hadden ze op het net kunnen kijken naar de boeken. Meer boters. En natuurlijk. Als alles zo clean is, waarom ga je jou... Wij beschuldigen je dat je een belangrijke factor bent in deze kwestie. Waarom ga je over 60 jaar je dossier openmaken? Maak je dossier nu open en leg het bloot. Leg bloot dat wij u beschuldigen. Dat zijn in feite de drie zaken. Want ga je over 60 jaar, ik zeg dan, zijn we er allemaal niet meer. Althans de meeste niet. In elk geval, ik niet. Maar, meneer Bouters, hierna volgt het vat. Maar natuurlijk, er zijn mensen daar onder de 60 en wetenschappelijk kun je natuurlijk wel 120 jaar worden. Ja. Dus misschien is de waarneming met PGR daar wel bij, als de zaak geopend gaat worden. Maar ondertussen... Is het niet omhoog dat je mensen hebt laten veroordelen, terwijl er andere informatie daar is. Dus dat zijn zaken, en dat willen men niet aanhoren, men wil hier een verhaal komen aanhoren, wat ze natuurlijk via de elite, en dat is nu eenmaal zo is het nu eenmaal in de wereld, dus het is geen... Maar het is wel spijtig natuurlijk. Ik heb gisteren een geval gehad waar, omdat het een, denk ik, een
gewoon eenvoudig kind is, dat geholpen moest worden, kon het niet. Maar via contact heb ik het wel laten regelen dat het wel kon. Mm. Weet je, dus er zijn echt, zo bestaat, ik neem dat als voorbeeld, zo bestaat de wereld. Mm. En wanneer je daarover begint, dan is van, ik hoor van dingen met, ik hou ervan om dingen met, en dan hebben we natuurlijk dezelfde uitdrukkingen, want niemand kan zeggen, je bent tegen de rechtsstaat. Absoluut voor de rechtsstaat. Mm. Maar ik kan niet voor, we zeggen hetzelfde, ik ben voor rechtsstaat. Ik ben voor rechtsstaat. Maar alleen als u kritiek heeft, hebt u morgen een granaat onder uw auto. Oh. Dus dat, ja, maar u zegt, ik ben voor rechtsstaat. Dus we geloven erin, maar welke kant staan we wanneer we die dingen zeggen? Dat zijn de zaken en het wil me vaak niet horen. Mijn collega heeft even een vraag. Ja, ga door. U gaat in de rechtszaal aan, u zal luisteren en ik ga aan. U gaat aan dat u zal luisteren naar het vonnis van het hof. En zal u zich daarbij neerleggen? Maar ik weet niet wat het vonnis is. Tuurlijk. Ik heb natuurlijk één groot voordeel bij dit vonnis. Als ik veroordeeld word, kan ik altijd naar de koning van Suriname gaan. De koning staat hoger als de koning staat hoger als de president. Bij de koning van jou. Of de koning van ons, sorry. U gaf aan bij een veroordeling. Zal u, en de vraag is nu, zal u dat vragen? Laten we eerst tot de veroordeling komen. Ik heb het alleen gezegd. Als veroordeling kwam, ga ik naar de koning van Suriname. Oké, maar meneer Wouters... Jullie kan niet tegen een grapje, no? Ja, nee, want... Pas die op. Ja, maar... Wat is het even? Daarom vroeg ik meneer Wouters om even te staan, toch? Is zo vermoeiend voor u. Nee, maar ik wil ook kennen. Vandaag is dus uw laatste woord. Is het u voorgehouden wat de volgende stap zal zijn? Wat is het volgende na vandaag? Ja, daar komt. Ik loop een beetje bijna voor. Jasmin. Anders. Ja? Het is maar zoek voor de pers, hè? Wat is het, Jasmin? Wanneer we kregen een uitnodiging van de president van het Hof. En dan doen we weer verschijnen voor een uitspraak. Oh, gaat hij aanwezig zijn? Natuurlijk. Is er een datum geprikt? Nee, nog niet. Maar in tijd, hoe lang denkt u dat het nog voort zal doen? Ik weet het niet. Ja? Maar in elk geval voor eind van het jaar. Neem ik aan. Dat heb ik gezegd. Ik neem aan voor eind van het jaar. Ik weet niet. We krijgen de data krijgen we van het Hof, toch? Maar wat zegt het u dat de nabestaanden eigenlijk een beetje spijtbetuiging verwachten vandaag? Als we al duizenden keer hebben gezegd van, als er één Surinamer doodgaat, moet het ons verschrikkelijk spijten. Dat staat 15. Natuurlijk is het een zeer betreurenswaardige gezegd. Dat hebben we al duizenden keer gezegd. Maar dat hebben we gezegd en dat blijven we zeggen. Vandaag weer van. Maar het gaat me eraan van, laten we een keer dat verhaal op de juiste wijze vertellen. Met deze mensen, ja, zeker de mensen van de aanklagers, ken die mooie term niet hoor. Die blijven maar geloven, het is onmogelijk dat Nederland zich met deze dingen bezighoudt. Dus dan haal ik lectuur aan, dan hou ik lectuur aan. Ine guasta bu noiti. Daisy, ine guasta bu. Westray.
in de voorspressie. Met je gratis natuurlijk. Maar die remon beginnen een speciaal groep. We zien een beetje zo'n advertentie. En we gaan het boos doen als het jaar. Meneer Amstad staat in een groep. Maar natuurlijk moet ik hem namen te noemen, anders kunnen anderen misschien jaloers worden. Maar ik vond het een geweldige ondersteuning. Zeker naar mij, maar ook naar mijn vrouw en familieleden. Ik vond het geweldig. Ik vind het ook geweldig. De Utrechtse song. Ja, natuurlijk. Ook Napo. En natuurlijk, mensen zeggen vaak ja, maar waarom roepen jullie geen mensen op? Kijk, we zijn verantwoordelijk. En in grote massale groepen, dat kunnen wij zeker oproepen. Wij ondersteunen, als er mensen protesteren, ondersteunen we. Maar u begrijpt wel, je moet de zaak wel echt in de gaten kunnen houden. Zoals Van Aarde zei, ze hebben een grote, behoorlijke demonstratie. Maar niet eens een plastic zak was tegen de ruit gegooid. Maar ik weet dat als bepaalde grote groeperingen op straat komen, kan het vreselijk uit de hand lopen. Dus wij steunen de mensen die op een vreedzame wijze hun protest willen houden. Maar nogmaals, ik loop een beetje uit aan zo'n fire en ik heb een afspraak, want dadelijk komt mijn advocaat bij mij. Dus nogmaals, Mojuga, Tanje ook, de naam is mevrouw Boudersen, Inke. En thanks for everything. Big up. Power me. Ja, Daarnaar kijkt, dan weet men dat er iets gebeurd moet zijn. Aan de andere kant, is net als wat mijn man heeft gezegd, we vergeten ook dat er andere mensen in het binnenland dood zijn gegaan. Hoeveel jongens van ons? Niemand praat daarover. Waar zijn die nabestaanden? Wat gebeurt met die mensen? We moeten toch ook eerlijk zijn? Dus u heeft vrijspraak voor de heer Boutersen. Natuurlijk. Als men alles goed gaat onderzoeken, denk ik het wel. Dat was dus mevrouw Boutersen die hier heeft aangegeven. Ja man, als zo'n vijf dat ook moet zijn. Ja man. Ik kan niet meer aan het doen.